Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Sander Bijleven, spelercoach van Team VZV. En ik heb het genoegen om vanavond de presentatie van ons team aan elkaar te praten. De voorganger zei het al, door omstandigheden zijn we helaas slecht vertegenwoordigd, slechts met 5 man. Maar we gaan even wat ons best doen om ons team te presenteren hier. Morgen gaan we volleyballen. Mark, Wessel, onze toptalenten binnen het team. We hebben Michael Kramer uit het team gestuurd en die was allergisch voor paarden, dus die konden we er niet bij gebruiken. Nu met Mark als spelverdeler, als libero. En Wessel bij het net, alle ballen volgen als naar beneden te smashen. Dan komt het zeker helemaal goed morgen. Dan gaan we dinsdag gaan we over tot zwemmen. Hebben we onze topper Frank Jong onder andere ingezet. Hij zal jullie zeker opvallen. Hij houdt zijn bandjes om. Want anders is hij niet te zien. Duikbrilletje op. Borstkrol, rugkrol, vlinderslag. Maakt hem allemaal niet uit. Hij speert gewoon door het water heen. Ongelooflijk. Ze noemen hem ook wel Ian Thorpe. 50 meter Frank, je bent er bijna. Kom aan. Oké. Gaan we woensdag over tot naar de beddenreis. Ook Frank Jong, Brit Zuurbier, Mark Leegwater, Wessel Wit worden gewoon ingezet. En die zal de concurrentie een poepje laten ruiken. Knallen door de bocht heen te rammen. Moet je kijken hoe vlekkeloos het gaat. Ongelooflijk. Ook door de bocht heen. Ah, fantastisch, dat ziet er goed uit. Oké, genoeg gebeddenreest. We gaan door naar donderdag naar de bowling. Neem je positie maar in. Wessel, we hebben gisteren geoefend in de plaatselijke bowling in de Waaland. Heeft Wessel zijn kunsten vertoond. En daar is toch al gebleken dat hij toch wel de topper is binnen ons team VZV. Strijk, kijk, zo wordt het. Kom maar in. Dus we zullen ons best doen om gewoon te winnen gaan bowlen. Hoppa, spatzuiver Wes. Vrijdag gaan we kanoën. Supersnelle kano's, we moeten natuurlijk naar het water toe. We zijn al wekenlang in training. Om dan ook dat onderdeel winnend af te kunnen sluiten met het team. Dit gaat iets minder vlekkeloos dan dat het van de week ging op het open water. Maar daar ben ik zeker niet bang voor als coach van VZV. Vervolgens sluiten we af met zaterdag met fietsen. Dan hebben we weer genoeg onze sportieve best gedaan. Lekker mountainbiken op het parcoursje. Het moet zeker helemaal goed komen. Top mannen, ziet er goed uit. Ik dank jullie voor je aandacht en een sportieve week toegewenst.